merkt vanzelf wanneer je kindje honger heeft. Het kan het tongetje gaan uitsteken, gaan smakken. Dit is voor ieder kindje anders. Maar eerst, wat hebben we allemaal nodig? Een flesje met voeding en een comfortabele stoel of bank. Pas je speen aan op het drinkgedrag van je baby. Een baby die heel snel drinkt, heeft een kleiner gaatje in de speen, zodat hij meer zijn best moet doen. Als eerste zorg je dat je lekker zit. In een comfortabele houding voor jezelf, maar ook voor je kindje. Je kunt eventueel een voedingskussen gebruiken. Zorg dat je baby een beetje rechtop zit. Laat het nekje van de baby goed op je arm rusten, zodat deze goed ondersteund is. Zorg ook dat je oogcontact met je kindje kunt maken. Zo, en dan is het nu tijd voor het flesje. Houd de fles half horizontaal, zodat er voldoende melk in de speen zit. Je kindje heeft heel veel reflexen. Zo beschikt het namelijk over een zoekreflex. Als je de speen op het bovenlipje plaatst... Kijk, nu gaat het mondje van je kindje open. Lukt het nou uiteindelijk niet, dan kun je de warmte gaan afbouwen. Je doet het mutsje af, je trekt de sokjes uit en als laatste kun je eventueel nog in de handjes wrijven. Hier zitten namelijk reflexen, zodat je babytje gaat zuigen. Wissel tussentijds even van houding. Dit is voor jezelf prettig, maar voorkomt ook een voorkeurshouding bij je baby. Heeft je kindje na een half uur de fles nog niet leeg, dan heeft het waarschijnlijk genoeg. Je kunt het zien doordat je kindje het hoofdje wegdraait of met de tong de speen wegduwt. Niet meer. Laat je kindje ook na een voeding altijd even boeren. Dit voorkomt darmkrampjes. Bedankt voor het kijken. Wil je nog meer handige babytips? Ik beantwoord nog veel meer kraamvragen in de andere video's.